Vandaag eindigt voor mij de vierde stilteweek. Dat is de vierde stilteweek die ik hier heb doorgebracht op de Zomerhof. Het feit dat ik hier de vierde keer kom, blijkt dat het voor mij iets is wat heel zinvol is. Wat heel mooi is. Het is een prachtige ervaring. Ik zit hier op een plekje waar ik heel graag zit op dit moment. Een plek die ik ook heel veel opzoek gedurende de week. Uitkijkend over het weiland, in de stilte van het erf, met af en toe op de achtergrond de ezels, die mij zeer dierbaar zijn. En waarom kom ik hier steeds terug? Omdat ik eigenlijk het hele jaar door een heel hectisch bestaan heb, met heel veel mensen om me heen. En dat ik ook niet zo heel erg stilsta bij wat mij beweegt, mijn gedachtes. Ik laat me vooral heel erg leiden door alles wat er om me heen gebeurt. En de stilteweek is voor mij een moment van rust. Een moment van rust en een moment van structuur in een anders heel hectisch bestaan. De structuur dat er een vaste dagindeling is, met een aantal meditaties, waarvan één werkmeditatie, maar zelfs werken is hier anders. Doe je met aandacht voor datgene waar je op dat moment mee bezig bent. Niet afgeleid door allerlei andere dingen, geluiden, bewegingen om je heen. Heel erg in het hier en nu. Dat is iets wat ik in het dagelijks leven veel te weinig toepas. Wat ik wel met me meeneem, wat ik ook een tijd lang vol kan houden. Langzaam maar zeker word ik dan toch weer opgeslokt door het leven om me heen. Zoals dat gewoon zijn loop neemt. En daarom kom ik hier elke keer weer terug, omdat er toch de behoefte is aan dat moment waarin je alleen maar bezig bent met het hier en nu, met zijn, met je omgeving, voor zover het de natuur betreft, die werkelijk geweldig is. En dat is heel rustgevend. Een van de eerste meditaties op een dag is een ademmeditatie. Die blijft je echt de hele dag bij. Dreig je om af te dwalen, toch weer in gedachten naar je werk, in gedachten naar thuis. Dan is het eigenlijk heel simpel, even terug naar je ademhaling. Eventueel in het hier en nu. En dat is voor mij ongelooflijk belangrijk om in het hier en nu te zijn. En dat wens ik iedereen toe. Die in de dagelijkse gang van zaken zo meegesleept wordt door alles om zich heen. Zonder zich te bewust te zijn van waar die staat. Waar die naartoe wil. Hoe die daar wil komen. Maar steeds weer vanuit nu, hier en nu. En dat is voor mij de ervaring van deze week. Elke keer opnieuw. Ik zal daar ook zeker steeds weer naar terugkomen. Is het niet een week, dan een paar dagen. Maar de stilte is heel erg lekker.